Bondscoach Max Caldas heeft de definitieve selectie bekendgemaakt. En dat was niet gemakkelijk voor hem. Ja, het is niet een leuk moment voor een coach, omdat je moet mensen teleurstellen. Maar aan de andere kant moet je ook mensen blij maken. Dus het is een beetje een mixed feelings dat je de helft blij maakt aan een grote groep teleurstelt. Maar het is zoals het is. Het was een hele emotionele dag, maar een hele goede. En hoe verliepen de gesprekken met de 5 afvallers en de 2 reserves? Heel goed. Er waren geen reële gesprekken. Er was niet zo dat nu informatie bij hun aan bod gewoon kwam. Het is echt dat ze waren wel teleurgesteld, zoals ze hoort te zijn. Alleen, ik heb een ongelooflijk volwassen 7-taal meiden gewoon echt tegen me aan de tafel gehad. En een compliment aan hun over hoe ze hebben de boodschap verdragen. En hoe hebben ze proberen vanuit die situatie de beste van te maken voor zichzelf. En dat hoort dus ook bij. Sophie Polkamp zit ook in de selectie, hoewel zij lang uit de roulatie was. Ik denk dat de mensen moeten gewoon langer kijken dan het neus gewoon lang is. Omdat Sophie heeft toch nog op haar manier gewoon getraind. En vaak met jongensteams, vaak in haar eentje. En dat manier fysiologisch en medisch goed was dat Sophie mocht spelen. Hebben we daarna haar beoordeeld ook als hockeyster. En dat heeft ze gewoon goed gedaan. Dus wat dat betreft, bij mij betreft, is alles behalve opvallend. Dan eventjes de keuze van de keepers, Joyce Sombroek en Floortje Engels. Ja, ik vind dat Joyce solider indruk maakt in alle fronten van het spel dan Floortje. Floortje heeft uitstekende reddingen en uitstekende uitschieters. Maar ook na bepaalde momenten vind ik dat Joyce daarin, haar onderkant is wat hoger dan die van Floor. En dat was de redder. Dan Kaya van Maasakker, zij is tweede reserve. Bij cruciale momenten, Kaya houdt haar hoofd gewoon cool en maakt ze gewoon goede keuzes. En uiteindelijk, daarbij heeft een goede corner. Maar Kaya is geen cornerspecialist. Kaya is een hele goede spelster en ook de corner kan pushen. Dus dat werkt ook in haar voordeel. Maar wat dat betreft was een niet een eenvoudige keuze, maar ook een hele reële en een hele terechte, denk ik uiteindelijk. Nou, de titel moet natuurlijk verdedigd gaan worden in Londen. Dat brengt wel heel veel druk met zich mee. Deze wordt in mijn ogen de klassieke Olympische Spelen ooit bij de dames. En dat zijn echt 18 teams, dat zijn heel goed mee bezig. De laatste 1,5 jaar met name. En wij gaan met een hele goed gevoel daar naartoe. Maar eerst deze dagen, 49 dagen, gewoon echt doorbrengen. Dat hebben ze echt nodig. Geschiedenis telt een verhaal dat Nederland is aan gewend aan de finale te spelen. Of kan in die instanties gewoon komen. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid. En wanneer je gaat vanuit dat je moet iets verdedigen, ga je vergeten wat je moet doen. En dat is gewoon jezelf gewoon goed zijn. Dus we gaan eerst deze periode gewoon onszelf gewoon goed belonen. En om daar te kunnen excelleren.